Nou, we hebben nu net ons gesprek gehad en we gaan nou even naar het strand toe. Want dan gaan we nog even een foto maken van waar de stapel gaat komen. Hallo daar beste kijkers en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Sander's Vlog. Ik ben Sander, dit is mijn vlog natuurlijk. En ik sta hier bij de Palace, want daar heb ik afgesproken met mijn moeder. Want we gaan naar het ziekenhuis. Ze moet geopereerd worden aan haar hand. En waarom? Ze heeft last met de pezen. Dus vandaar dat ze geopereerd gaat worden. En ja, ik ga wel mee voor de gezelligheid. Ze gaat ook altijd met mij mee. Dat doe ik ze ook altijd. Dus vandaar dat ik de keuze maak om natuurlijk ook met haar mee te gaan. Dus we wachten hier op de bus en dan gaan we naar het ziekenhuis. Zo, en we hebben weer een lekker broodje met kip is het. Kip. En een beetje sla. Zo, lekker hoor. Het ga ik lekker smullen. Nou, beste kijkers, we zijn in het ziekenhuis. En ik denk, aangezien het feit dat er best wel lang wacht nog is, dat ik niet geheel bij de operatie kan zijn. Nou, letterlijk ben ik toch niet bij de operatie. Maar ik bedoel meer dat ik niet de tijd ga redden, want ik heb om 4 uur een afspraak met de posthoorn. Ja, dat wisten jullie nog niet. Oh, zo. Klap bijna de muur eruit hier. En mijn telefoon gaat er ook gelijk bij. Maar in ieder geval, ik heb om 4 uur een afspraak bij de posthoorn. En daarvoor moet ik 2:15 weg. En eigenlijk hadden we gehoopt en verwacht dat ik, dat we eigenlijk gewoon op tijd weg konden. Maar 2:15 is pas de operatie. Of dan moet mijn moeder pas naar de OK. Nou ja, eer dan terug ben, is het geen 2:15 waarschijnlijk. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben om een tante te bellen. Zodat ik gewoon zo meteen naar de afspraak kan. En ja, zo alles toch weer op zijn pootjes terechtkomt. Ja, daar zijn we weer gasten. Ik ben op dit moment thuis, want ik moest even naar huis. Ik moest ook even mijn pijnstilling even ophalen. Nou, dat heb ik gedaan, want ik heb pijn. En ik heb de pijnstilling genomen en ik word gebeld. Nou, degene die me belde, dat was mijn moeder. Het is goed gegaan. De operatie aan haar hand. Nou, gelukkig. Ik ben dus thuis. Ik ga nu ook gelijk weer weg, want ik ben... Of ik ga naar de posthoorn, of althans niet naar de posthoorn zelf. Ik heb een gesprek met de posthoorn, met Ferry. En Ferry is mede-organisator van het Duin op Vreugdevuur. En daarbij hebben we een interview over het Duin op Vreugdevuur. Dus daar gaan wij nu met naar toe. Dus tot zo. Nou, we hebben nu net ons gesprek gehad. En we gaan nou even naar het strand toe. En dan gaan we nog even een foto maken van waar de stapel gaat komen. Zeg. Dus zijn we nu naartoe onder. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien ben ik weer thuis. Of dat kunnen jullie nou zien. Ik heb de afspraak gehad met de posthoorn en Ferry. Zijn we lekker, hebben we interviewtje gehad, even drankje gedaan daar, zeg maar, waar we hebben afgesproken. En vervolgens zijn we naar het strand gegaan. En daar hebben we de foto gemaakt die nodig was voor de krant. Het is een beetje donker hier zo. Dus ik zit met links boven mij. Of ja, links voor mij. Dus, ja, op het scherm is het ook links natuurlijk. Sta ik ook nog een keer. Dus, maar goed. Het is allemaal goed gegaan. Mijn telefoon gaat lekker weer af. Dat is ook zoiets. Ik denk dat voordat ik mijn telefoon ga uitzetten. Als ik met jullie ga praten. Hou je mond nou. Oké. Maar goed. In ieder geval. Jullie zien het wel als ik nog de deur uit gehad. Nou beste kijkers. Zoals jullie kunnen zien ben ik lekker thuis. Ja, dat hebben jullie goed gezien. Ik heb lekker afspraak gehad met Ferry bij de posthoorn. En dat gaat over het vreugdevuur. Nou, dat is allemaal goed gegaan. En ik ben nu dus thuis, ik zit achter de computer en ik ga lekker rustig aan doen denk ik. Ik denk misschien wel dat ik de deur uit ga, die kans is aanwezig, maar zeker weten doe ik het niet. Maar goed, als ik de deur uit ga, zal het hoogstwaarschijnlijk met Fred zijn, die kunnen jullie van het klook hoeven. En ja, wat ik dan ga doen is nog raad. Nou beste kijkers, waarschijnlijk is het jullie ook niet ontgaan dat ik een oproep heb gedaan op Facebook, want ik wil gewoon echt... Dit jaar wil ik voor 1000 abonnees gaan. En weet je wat het is? Ik loop nu al een tijd rond op YouTube, al 3 maanden. En het is echt niet dat het een overbodige luxe is ofzo. Kijk, voor mij is 1000 heel veel. Maar het is echt niet dat ik echt gigantisch veel vraag. Ik bedoel, er zijn jongens die hebben bijna 1 miljoen abonnees in Nederland. Met hetzelfde wat ik doe. En ik ben gewoon zo hartstikke blij met 1000 al. Ik bedoel, ik hoef geen miljoen. Met 1000ste, daarvan ben ik al echt tevreden. En dat hoop ik dit jaar nog te kunnen halen. En jullie kunnen mij daar echt zo erg mee helpen. En ik hoop dat jullie dat ook willen. En de meesten willen ook wel.
Maar het probleem is een beetje dat ik niet een heel groot bereik heb, omdat ik nog zo weinig abonnees heb. Dus vandaar dat ik jullie alsjeblieft vraag om te abonneren op mijn kanaal. En waarom? Ik wil gewoon zo graag dit jaar die 1000 abonnees halen. En dit is het is niet meer een YouTube kanaal. Het is echt gewoon een soort leven voor mij geworden. En ik ben er zoveel voor aan het geven. En ik heb het zo naar mijn zin hierin. Dat ik echt zo graag gewoon echt abonnees wil hebben. En jullie kunnen mij daar echt bij helpen. En ik hoop ook gewoon dat er heel veel bij gaan komen. Want ik wil gewoon echt het top het nieuwe jaar ingaan. Dus wat ik jullie ook wil vragen. Kunnen jullie mijn oproep op Facebook delen alsjeblieft naar zoveel mogelijk vrienden en kennissen en familie. Ik zal hem ook morgen bij dit filmpje, zal ik hem ook erbij zetten, de mededeling. En kunnen jullie me alsjeblieft gewoon helpen? Ik wil dit zo graag. Echt, ik heb hier zoveel plezier aan. Ik hou hier zo mijn eieren uit. Echt, jullie beseffen misschien niet hoe dat kan zijn. Maar ik heb het zo naar mijn zin hiermee. Echt waar. En ik vind het gewoon geweldig. En jullie kunnen mij daar echt mee helpen. En het kost niets. Het is 2 seconden van uw tijd. Als u de link moet openen. En als u het filmpje kijkt. Zelfs maar 1 seconde. Het is gemeten dat het 0,3 seconden aan tijd wegneemt. Het kost geen cent. En jullie maken mij daar zo blij mee. Ik denk dat als ik, nou ja, ik weet wel zeker, ik ga sowieso iets hartstikke leuks doen bij de 1000 abonnees voor jullie. Wil ik echt een leuk filmpje voor jullie gaan maken. En misschien zelfs een soort prijs weggeven. En dan wil ik dan echt met het bedrijf of zo, wil ik dat gaan overleggen. Ik mag ook van de week mag ik de prijsuitreiking van de Duinop Vreugdevuur gaan doen. Nou, dat vind ik ook hartstikke fantastisch. Dat is overmorgen of zo. Of de eerste, in ieder geval 1 november denk ik dat ze dat gaan doen. Of 31 oktober, dat weet ik niet. Maar echt, ik wil dit zo graag doen. Jullie kunnen mij er echt mee helpen. Nou, bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik vind jullie geweldig. Dat bij voorbaat. Maar jullie kunnen mij zo helpen. Als jullie, ik heb zeg maar minimaal 100 kijkers ongeveer per dag. Als jullie alle 100 nou alsjeblieft mijn bericht op Facebook willen delen. En op Twitter. Kan ook. Ik heb ook Twitter. En ik heet gewoon Rednas op Twitter. En ik ben er zo blij. Weten jullie dat? Ik zou dat zo geweldig vinden. Echt waar. Jullie zijn echt mijn helden. Ik hou van jullie. Jullie zijn mijn publiek. Mijn. Jullie zijn mijn Rednasjes. Ik ga jullie Rednasjes. Rednasiers. Of zo. Nee. Rednasiers. Rednasi? Nee, dat klinkt weer te veel Duits. Rednasjes. Jullie zijn maar Rednasjes. En ik hoop jullie morgen weer te zien bij een gloednieuwe vlog om 6 uur op mijn kanaal. Dat Rednas heet. En waar ik hopelijk voor oud en nieuw 1000 abonnees heb. Bedankt, mensen. Bedankt weer voor het kijken. Maar zo!